Hallo, ik ben Lina. Ik heb een stelling en dat is schooldagen moeten korter. En ik vind dat schooldagen dus korter moeten, omdat, omdat we zitten heel lang op school. En in die tijd werken we echt superveel en ook heel hard. En daarom vind ik dat de dagen wat korter mogen. Omdat we al veel te lang werken en ja, om dan nog zo lang op school te blijven, dat vind ik echt niet kunnen. En om over die stelling te praten, heb ik een meisje in de klas meegenomen. En daar is ze, Sanne. Hoi Sanne. Hoi. Ik heb twee vragen. Vraag 1. Wat vind jij van de stelling, schooldagen moeten korter? Nou, ik vind precies wat jij net zei. Ik vind dat kinderen ook moeten rusten. En ja. Oké. Vraag 2. Wat vind jij de voor- en nadelen van schooldagen moeten korter? Nou, voordelen zijn, je kan extra lang spelen met je vriendin. En je kan ook rusten en chillen en zo. En de nadelen zijn, je leert niet heel veel. Want je krijgt wat minder Engels en ja, begrijp lezen en zo. En ja. Oké. En dat waren de vragen. En dat was het dus. Afsluiting. Doei!